Ik ben heel blij en heel trots dat ik deze taak mag gaan vervullen voor NOC-NSF en eigenlijk samen met Team NL. Ja, dat ik verder kan bouwen op deze manier aan de Paralympische sport is wel echt iets wat ik heel gaaf vind. Ja, ik was in 2016 tijdens de Paralympische Spelen in Rio, mocht ik de assistent van André Kat zijn. En ja, ik vond dat toen zo'n waanzinnige beleving om als ja, staf, als organisatie mee te mogen helpen aan een succesvolle Paralympische Spelen. Dus dat smaakte naar meer. En dus ja, ik denk dat de ervaring die ik heb als sporter, maar dus nu ook de ervaring die ik heb als om onderdeel te zijn van de staf, dat ik die absoluut kan meenemen naar ja, uiteindelijk het chef de missionschap. Ik denk dat de belangrijkste taken van mij gaan zijn dat ik de verbindende schakel ga zijn tussen sporters en coaches en Team NL. En natuurlijk dat ik ervoor ga zorgen dat alles vlekkeloos verloopt, zodat die sporters zich volledig kunnen richten op sport. Dat mijn verantwoordelijkheid is dat alles geregeld is op logistiek gebied, op transportgebied. En dat vind ik leuk, want ik weet hoe belangrijk het is dat alles tot in de puntjes verzorgd is, zodat je als sporter zijnde alleen maar kan focussen op je sportieve prestatie. Dat is waar het om gaat. Is Esther Vergeer. Wij zijn heel blij met de aanstelling van Esther Vergeer als de nieuwe chef de mission Paralympisch. Esther is uit haar ervaring van oud-Paralympisch topsporter de persoon die kan zorgen voor de verbinding tussen de Paralympische sporters onderling, de staf van Team NL en daarmee sporters de kans geven om een optimale prestatie te gaan leveren op de Paralympische Spelen in Pyeongchang. Als technisch directeur van Team NL ga ik heel nauw samenwerken met Esther en met Ralf van der Rijst als Paralympisch prestatiemanager. Een van haar taken zal worden het zorgen voor een echt teamgevoel. Team NL als één team naar de Spelen. Het is belangrijk voor Team NL dat we boegbeelden zoals Esther Vergeer kunnen verbinden aan het team. De bedoeling is natuurlijk dat we op een langere termijn met elkaar gaan samenwerken. Na Pyeongchang volgt er een evaluatie, maar ons doel is om samen naar Tokio te gaan.